Oefening bij patella pees ontsteken. Dus dat is de pees die tussen je knieschijf en je onderbeen loopt. Een aantal oefeningen ga ik ook doen. We gaan vooral focussen op oefeningen waarbij je spierlengte niet verandert in de beginfase. Daarna oefeningen waarbij je spier op lengte komt terwijl je zo op het opspannen bent. Dus ze wordt langer terwijl je opspant. En daarna oefeningen waarbij de spier ook echt verkort terwijl je zo opspant. Dus eerst beginnen met oefeningen waarbij de lengte van de spier gelijk blijft. Je kunt daarmee beginnen met de wall sit. We zien dat je onderbeen altijd verticaal zijn. Dan kun je gaan zetten bijvoorbeeld eerst in een hoek van, als zeggen, 120, 130 graden. En dan kunnen stil gaan, als dat goed gaat, zonder pijn, kun je dan eventueel een beetje dieper gaan zakken. Weer belangrijk, onderbeen moet verticaal blijven. En die gaan we op de knie zetten natuurlijk, want ze dat vast spelen. Dus dat is het eerste wat je kunt doen. Je kunt dat drie keer zo lang doen als je kunt. Dan voel je echt je kwaliteit een beetje verzuren, maar dat maakt ons oké. Dan de volgende oefening. Je kunt dat op een trap doen, bijvoorbeeld thuis op een trap zijwaarts gaan doen. Je kan niet zo goed doen dat je het goed kunt zien. Je gaat zakken terwijl je de oefening doet. Dus je gaat rustig zakken door je knie, heel de grond aan tikken en dan duwt je af met je been dat je naar boven komt. Dus stel, dit is mijn knie die gekwetst is, dan ga ik altijd met mijn linkerbeen natuurlijk op de trap staan. En ik zak met mijn rechter heel naar de grond toe en ik duw het terug naar boven met mijn rechterbeen. Dus dat deze been met de beweging naar boven toe niet zoveel moet doen. Belangrijk hierbij is dat de knie niet naar binnen komt. Dus de knie moet eigenlijk in de richting bewegen als je tenen kijkt. Die moet recht vooruit gaan. En naar boven toe. Dus rustig traag zakken en naar boven te duwen met je rechterbeen. Of met je niet aangedaan been. Stel dat je rechterbeen in ieder geval gekwetst is, dan doe je natuurlijk op je rechterbeen. Dus hier aan tikken en naar boven toe. Je kunt ook voorwaarts naar beneden stappen. Dus stel dat je de trap naar beneden zou stappen. Rustig zakken, knie beweegt recht vooruit, niet naar binnen, recht vooruit. Dus rustig naar beneden. En dan kunnen we ook zo rond. Vallen. Daarna kun je even een oefening doen waarbij de spier ook verkort terwijl ze opspant. Dus bijvoorbeeld squats. Eerst verlengd ze nu, dat is die fase van daarnet, de excentrische fase van daarnet. Ze verlengt en dan met de bovenkant verkort ze terug. Bij squat belangrijk, mooi recht rug, zo kunt je de poepbecht uit gaan steken en zien dat je knie niet ver naar voren komt, dus niet zo gaan squatten. Dus je gewicht moet echt vanuit je heupen naar voren geplaatst worden. Dan komt je zwaartepunt naar voren en dan zorg ervoor dat je knie niet voorbij je tenen komt. Ook zien dat je knie. Daar ga ik doen, dus je knieën moeten eigenlijk recht boven de voeten blijven. Dus dat is wat betreft squats. Dan kun je bijvoorbeeld ook lunges gaan doen in de volgende fase. Dus grote stap, doorzakken door de knie. Je ziet, mijn onderbeen blijft ongeveer verticaal. Dus niet diagonaal, dus knie mag niet te ver naar voren gaan. Dus onderbeen verticaal, dat is een mooie regel. Ook zie je je knie naar binnenkant. Dus we moeten zo opnieuw doen. En terug. Ook zie je dat je voet niet naar binnen gaat draaien, want dan kan natuurlijk de knie niet in de juiste richting bewegen. Dus voet recht vooruit en de knie beweegt recht boven de voet. Je kunt eventueel met een bal gaan botsen terwijl. Of een bal. Onder de benen ook even van binnen laten praten. Eventueel kunt u ook stapend gaan doen. Dus in alle varianten wel. Gaat dat goed? Eventueel een kussen op de grond. Je ziet dan natuurlijk die schuif, of zo'n kussen gezet thuis, op die je op een mat kunt leggen. Het is ideaal dat je weg kan schuiven. Of op een loze bouw of dergelijke, maar kan er wat altijd is dat weer op de vlak is. Dan maakt het moeilijker om de knie te stabiliseren. Dus nu ben ik een stabilisatieoefening aan het maken. Dus goed opletten. De knie blijft recht boven de voet. Dus de knie kan niet naar binnen en de knie kan niet ver naar voren.
Voilà. Met die oefening komt dan helemaal net.